Nu is het riskant, want nu kan het echt best wel makkelijk Nee. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Motorspeelt Stranded Deep. Vandaag, welkom in mijn slaapkamer en vandaag gaan we weer tegenaan. En vandaag, kijk hoe nice ik deze bed heb neergezet, jongen. Oh, zo symmetrisch. Daar ben ik ook maar een kwartier mee bezig geweest van mijn leven. Maar nu staan ze, dus dat is prima. Ik had bedacht, misschien toch in de linkerhoek, dan in de rechterhoek. Ja, laat ik even zien wat ik heb gedaan. Ik heb hier deze spullen neergelegd. Vond ik wel een chill plek. Kijk. Bam. Opgeruimd. Hier heb ik nog een... Oh, hier moet ook nog een dak op. Ik heb het vergeten. Kan ik dat meer maken? Ik denk het wel. Wacht. Dan moet ik even die lantaarn laten vallen. Want dan is het zometeen mooi licht. Close. Stop. Selecteer de hamer. Bam. Druk op C. Huisje. En dan... Woodsticks. Kijk eens aan. Dat is prima. En dan wil ik heel graag, nu ik toch hier aan het bouwen ben... Ik zou heel graag hier bovenop zou ik driftwood hout willen gebruiken. En omdat het iets lichter is, vind ik wel vet. Alleen, ik dacht dat ik dat niet had. En toen kwam ik dit tegen. Kijk. Oh, ik was hier al een poosje niet meer geweest. Ik zal me vergeten hoe het zat, joh. Het gaat erop. Moet je kijken op mijn stats, jongen. Oh, ik heb zoveel balkjes. Kijk nou. Hier. Alle drift, nou alle driftwood, best wel veel driftwood. Nee, echt super relaxed. Dus dan kan ik echt keihard doorbouwen. Nou, keihard. Valt ook wel mee. Wat zijn het, 13 stokjes of zo? 11. Nou ja, dat is niet zo heel veel. Maar genoeg volgens mij om die vloertjes aan te bouwen, hoop ik. Of zijn dat er... Ik hoor er net één tekort. Dat zou toch niet waar zijn. Het is niet waar, hè? Hier, driftwood 4. Oh, man. Dat is echt jammer. Hoe moet ik hem plaatsen? Zo? Ik geloof het wel. Wacht. Anders moeten we op zoek gaan naar, naar meer driftwood. Het zou wel echt balen zijn. Oké, dus de stokjes staan inderdaad van links naar rechts. Maar dat kunnen we wel regelen. Dat kunnen we wel regelen. Ik denk dat ik dat dan even ga doen of zo. Als het wel een goed plan is. Kijk. Ik heb eens geleerd, als ze gewoon niet goed staan die stokjes, moet je gewoon een beetje zo andere dingen selecteren. En dan op een gegeven moment, dan zegt hij van, oh prima. Heel raar. Huh? Zag je dat? Wat is dit? Waarom kan dit? Even kijken. Oh, dit is wat ik wilde. Nee, nou is het weg. Ja, die. En... Driftwood. Foundation, driftwood. En die had ook goed. En dan nog één stokje nodig. Tenzij dat hij hier in de buurt legt, misschien. Floors. Oh, lucky. Dat is echt heel chill. Nee. Is dit genoeg om het te doen? Of moet je echt helemaal de andere kant op kijken? Misschien vanaf de andere kant kijken? Come on. Zo dan? Nee. Zo? Nee. Zo? Nee. Zo? Dat is wel een beetje jammer. Er zit niet gewoon een knop op dat je kan draaien. Dat zou dit spel... Dit spel is echt heftig in de war af en toe. Maar early access, het is je vergeven. Volgens mij zag ik heel even dat hij in de goede rotatie zat. Oh, nee. Come on. Guy, oké, opnieuw selecteren. Oh, nou ligt dat stokje natuurlijk ergens anders. Oké. Ik kan het. Kom op, de voetstuk. Want ik had namelijk een plan om, zeg maar... Ik wilde dus mijn spullen hier opbergen. Maar ja, omdat we zo'n huge slaapkamer hebben. Wat super chill is. Het slaapt echt enorm relaxed. For reals. Oh my god. Waarom gaat dit nou gewoon niet even... Waarom kan het nou niet gewoon even één keer makkelijk zijn, jongens? Kom op. Bij die andere was het echt na 3 keer van... Oh ja, tuurlijk. Bij deze gaat hij gewoon voor eeuwig moeilijk doen. God, oké, forget about it. Laat maar. Maar we hebben natuurlijk niet genoeg opslagruimte op deze manier. En toen dacht ik van, ja, hoe komt nou meer opslagruimte? En toen dacht ik, wacht. Je hebt gewoon, als je nou hier gaat staan. Kijk, dat zal een voordeel van geen dak hebben. Kun je opklimmen? Ja, kijk nou. Allemaal ruimte. Zoveel ruimte. Dus toen dacht ik, misschien moeten we gewoon hier iets gaan bouwen. Of hier iets gaan bouwen. Kunnen we hier gewoon alle spullen opleggen? Hebben we een mooie plek om alles te sorteren? En dan bouwen we een klein half muurtje eromheen om het
Ja, om het toch een beetje te zorgen dat er niks van afvalt, zeg maar. En dan moet ik alleen nog eventjes een handige plek vinden. Geef me even die lamp, joh. Hier. Handige plek vinden om een ladder naar boven te maken. Hè? We zouden dus op kunnen springen, maar dat is misschien een beetje primitief. Twee dingen kunnen we doen. Of we kunnen hier dan een ladder bouwen. Misschien wel heel chill. Dan kun je zo in één keer naar door, hier doorlopen. Ja, laten we dat gewoon doen. Is dit een muur? Ja, dat is wel echt veel makkelijker. Kan ik dit... Nee, ik kan niet slopen. Ik moet het zo doen. Even dit wegkappen. Wacht. Doe dat licht. Ja. Moet ik niet 's nachts spelen? Hè? Maar, nou, ik kan niet echt wachten tot het dag is. Daar heb ik nooit zo'n zin in. Hoppatee. Kijk. Mooie grijze blokken. Dat slaat echt helemaal nergens op. En dan kan ik nu hier verder bouwen. Bouw een laddertje. Driftwood. Woodlash. Ik doe gewoon wood. Behalve dat die stokjes allemaal aan de andere kant van het huis liggen. Hier, jij ook. Pak ze gewoon allemaal. Dat is straks weer nieuw, hè. En deze ben ik straks vergeten op te ruimen. Of ze zijn door de muur geklitst. Zou kunnen. Zou kunnen. En dan bouwen we hier twee ladders, klopt dat? Ja, en wat bouwen we dan hier? Een half muurtje of een heel muurtje? Of niks? Ik weet niet, misschien kunnen we nog spullen onderleggen. Laten we eerst maar gewoon die muren bouwen. Of die muren, die ladders wil ik. Woodsteps. Kan later altijd nog driftwood worden, denk ik. Als dat moet. Woodsteps. Nou, hier naar boven. Hop, hop, hop. Kijk, dit loopt alweer soepel. Alleen, dit ziet er een beetje raar uit. We hebben nu zo hier... Of moet er dan gewoon hier geen... dak komen? Dat zou een beetje jammer zijn voor de... Misschien moet dit gewoon een half muur zijn. Wacht, even meer licht. De vraag is dus... Dit ziet er raar uit. Hoe lossen we het op? Misschien moet ik hier dan een... Nee. Dit is wel prima. Hier moet een half muur komen. Ik heb het besloten. Oké. 1, 2. Wall, wood, stick. Hebben we niet genoeg... Hebben we daar niet genoeg voor? Jawel joh, die half wall. Deze. Zo, en nou ziet dit er weer logisch uit. Kijk, dat klopt veel beter. Alleen die plant zit in de weg, maar... En we kunnen hier niet tussendoor. Maar ik kan wel in één keer hier naar boven. En dan kan ik hier al mijn spullen neerleggen. Dat is echt relax, jongen. Ik ga het wel even bouwen. Right, en dan pak ik even die... Haal ik even spullen op, ga ik even bouwen. En dan zie ik zo meteen. Weet je, ik ga toch even... Ja. Oké, ik ben eventjes dit aan het choppen. Ik moet wel zeggen... Het is niet zo ideaal om die boomstammen... splitten als ze gestapeld liggen, want dan springen ze alle kanten op. Oké, dus ik heb nu al die stokjes gefixt. Kijk wat ik ondertussen al gebouwd heb. Tadaa, ik heb al een beginnetje gemaakt. Super makkelijk. Dat gaat lekker. En dan kunnen we het nu als goeds afmaken. Oh, kijk, dit heb ik ook geoefend. Oké. En dan kunnen we het al gelijk beginnen met inrichten. Dat is wel echt lekker. Daar. Nou zit ik te twijfelen. Moet hier een dak op? Ja of nee? Ik vind het zelf van niet eigenlijk. Nee. Ik weet niet. Oké, laten we eerst even al het gereedschap pakken. Alle pijlen. 14 stuks. 14. Ja. Jerrycan, tuurlijk. Nu alle motoronderdelen? Oké. Het zijn zoveel, jongen. Ik ga nooit zoveel motor kunnen bouwen. Maar oké. Kunnen we nog doorgaan? Ah, we kunnen al vrijwilligers meenemen. Ik wil alles mooi een plekje geven. Dat ging heel echt relaxed. Ik moet zeggen dat het niet echt een probleem was, maar het is ook gewoon een beetje leuk om te doen of zo, vind ik. Ik vind het wel leuk. Machetes. Ja, oh, kijk. Oh, man. Net gestapeld, jongen. Wauw. Hamers. Precies hier neerleggen. Boog. Nou, ik mag ernaast. Zo. Daar. Kijk eens aan. Wat een beetje netjes. Oh, wauw, dat ziet er mooi uit. Oké, goed op de grond, jongens. Wel chill zijn als ze kist hadden in dit spel, hoor. Dat zou ik wel echt toejuichen. Laten we dit toch een klein beetje op een hoop gooien, ook al... Doe het een beetje af aan het idee, maar...
denk dat ik het gewoon, als ik het een beetje sorteer op thema, dat ik al heel end ben. Jackens. Ha, trucje. units. Weet je het wel, als je spullen laat vallen moet je het niet te snel doen, want anders dan schiet het echt alle kanten op. Wat een beetje raar is, maar zo is het. Dus, even het rustig laten vallen. Kijk, dit is toch echt dat je denkt van, relax man. Van alles netjes. Dit vind ik echt zo grappig dat die dingen altijd op elkaar vallen. Nou, niet, ja. Ik snap precies dat het gebeurt, maar het is ook cool. Kijk nou, we hebben niet eens zoveel ruimte nodig voor mijn gevoel. Dat is echt wel top. Steenverzameling. Ook verhuizen. Ja, wat zouden we nog meer kunnen doen in het spel? Ik denk ook trouwens dat we voor ons huis... kijk, ik zal even laten zien wat ik gebouwd heb. Als ik al deze stenen heb. Dus er liggen achterin trouwens nog wat meer stenen. Die zal ik straks halen. Kijk, we hebben dus die palmtop van mijn aflevering teruggevonden. En ik denk dat het wel chill is om deze als een soort van struiken te gaan gebruiken. Kijk, kun je het zo een beetje opfleuren. Kijk, oh leuk. Nice. Nou ja. Nou, ik ben niet echt super tevreden over, maar... Het is beter dan niks. Kunnen we een beetje doen alsof we struikjes voor ons huis hebben. Verder hebben we ook gewoon struikjes letterlijk vlak voor ons huis. Maar goed, hè. Oké, aangezien ik stenen waarschijnlijk wel vaak nodig heb, ga ik die hier neerleggen. Oh, wacht, ik wil eens iets meer in een hoek hebben. Hier dan. Ja, dat is een goede plek. Hop, 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 hop. Kijk dan, mooie stapel stenen. Relaxed. Ja, zo wordt het wel echt een heel mellow spelletje. Dat je gewoon echt spullen allemaal netjes gaat sorteren. Maar ik weet niet zo goed, ja, wat zou ik anders moeten doen? Kijk, ik kan nog een slang loaden. Dat zal echt, staat nog wel op mijn to-do-list. Verschillende plekken vinden om loot te halen. Dat is ook wel op mijn to-do-list. Maar daarvoor moeten we echt een hele lange reis maken. En ik ben eigenlijk blij dat ik net een paar afleveringen gewoon echt thuis ben. Dat ik een beetje aan mijn huis kan werken, zoals je ziet. Klaarblijkelijk. Die zouden we ook wat meer moeten gebruiken, dat we echt diep gaan duiken. Maar ja, er is niet zo heel veel meer voor om te duiken. Ik moet alleen de torch is iets wat ik wel echt zie dat ik wil hebben. Volgens mij kun je die opnieuw vangen. Dat we deze op elkaar leggen. En de epipennen. Perfect. Super nice, man. Gewoon alles op de grond leggen, maar wel echt heel netjes. Wat zijn dit? Zijn dit allemaal fibers leaves? Ja, dat is prima. Volgens mij hebben we gewoon eerst alles opgeruimd. Alleen liggen hier achterin nog stenen. Nou, dan wil ik dat ook gewoon doen. Het enige wat we nu nog kunnen sorteren zijn deze panelen. Nou ja, dat is niet echt super boeiend en die vind je er niet zo vaak. En tarp, zeg maar, van het zeil en planken. En die golfplaten en zo. Banden. Ik kan wel een plekje voor kunnen maken. Maar dat is niet echt interessant. Dus deze in ieder geval. Nog bij me? Nou. Ja. Wacht even. Zo. Ja. Nog deze bij elkaar. Oh, ik ben echt in de opruim bij, jongen. Ik heb wel honger. Ik zie het fruit hangen. Ik denk, misschien wel trek. Ja, ik heb wel trek. Yeah. Maar. Afgezien van dat is het echt gewoon nu een beetje een spelletje van lekker basis bouwen. En dat gaat best wel goed. Dat valt best wel prima. Misschien zou ik een beetje moeten vertellen. Laat ik een beetje vertellen. Ik heb de afgelopen tijd een beetje problemen gehad met Stranded Deep upload op tijd. Ligt niet aan Stranded Deep, ligt aan mij. Het is niet omdat ik het nu ga uitmaken. Maak je maar geen zorgen. Het is meer dat ik ben gewoon de laatste tijd vet veel bezig geweest met een nieuwe baan. Dat was veel tijd, man. Ook omdat je natuurlijk wil een beetje laten zien van dat je keihard aan het werk bent natuurlijk. Dat je alle dingen heel goed kan. En je wil ook niet lullig doen over dat het een beetje later wordt en zo. En tegelijkertijd is het best wel een leuke groep mensen. Dus dan, dit kan misschien wel gewoon ook boven liggen. Laten we dit boven leggen. Dus omdat het zo'n leuke groep mensen is ook echt heel vaak wel fijn om gewoon nog even wat langer te blijven. Dat is positief. Maar ja, dat gaat een beetje van mijn YouTube tijd af. En dat is wel echt een jammer. Het is moeilijk te combineren. Vroeger had ik echt, voor mijn vorige baan, alles echt super efficiënt ingericht.
Dat is ook heel dichtbij mijn huis. Dus dat kost ook geen tijd. En nu moet ik met de trein. Ja, dat is toch weer... Heb ik er nou overal bladeren? Oh, dat valt wel mee. Weet je wat ik wel zou kunnen maken? Gewoon twee soort van vakje hier. Een soort van scheidingen. Maar misschien is het ook wel prima. Op deze manier? Nou, ik denk dat het eigenlijk netter is om een vakje te maken. Maar in principe, als je in een hoek gaat, dan kun je met één vakje, met één streepje al wel genoeg goed uit. Dus moet ik dit in een hoek leggen. Of misschien moet ik het gewoon net iets beter stapelen. Kijk, ik moet gewoon niet zo aanstellen. Die gaat daarop, die gaat daarop. Prima. Maar ja, dat is dus daarom, daarom is het Trinity een beetje moeilijker. En verder geldt ook een beetje voor Forgecraft. Ook met, die hou ik nog wel redelijk bij, maar dat is ook net op het randje telkens. Maar ja, nu dat Hurtrot eruit is, ben ik wel blij. Laat ik het zo zeggen. Het was met Hurtrot erbij, was het echt heel moeilijk om het allemaal op tijd te doen. En nu gaat het wel weer. Ook al zie je dat het nog af en toe best wel moeilijk is. Moet ik deze hier bewaren? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het wel prima is. Dus nu gaat het alweer. Maar ja, er moet wel weer echt een serie uit voordat ik aan een nieuwe begin. En ja, de vraag is dan welke serie. Is het dan Forgecraft of is het Stranded Deep? Ja, ik had Stranded Deep wel eventjes vol. Het is wel tijd om echt weer een rondje te gaan maken. Een andere eiland. Maar ik vind het... Ah, ik zit net... Ik woon niet zo fijn, weet je wel. Maar kijk, als je kijkt naar de bouwmaterialen, dan is het wel zo. We hebben dus wat bovenlicht. Hier hebben we nog vier stokjes. Ja, dan kunnen we dus eigenlijk gewoon niks bouwen. Alleen dingen met stenen. We hebben nu eindelijk hebben we vet veel steen. Heb ik het niet meer nodig. Zo debiel. Nou ja, oké. Dat is goed. Maar ja, ik ben dus al op zoek naar dingen om nog te doen in Stranded Deep. Als jij nog een suggestie hebt of zo. Weet je wat wel raar is? Misschien heb ik niet genoeg gedoken of zo. Maar ik zou eigenlijk... Het is wel vreemd dat... Oh, dat wil ik. Ja, ik heb een plan wat we nog gaan doen. Wat vreemd is dat ik niet zoveel dieren heb gevonden. Normaal, mensen vinden walvissen en schildpadden en weet ik veel wat. Maar ik dus niet. Daar baal ik wel een beetje van. Misschien moet ik meer op pad gaan. Oké, kijk eens hoe netjes. Oh, een machete. Bam, machete. Hoeveel health? Prima. Kijk, ik vind het jammer dat we geen boom hebben. Dus ik ga gewoon een boom halen. Dat ga ik doen. Er moeten meer dingen voor ons huis verschijnen. Dus wat dat betreft ga ik gewoon een boom halen. Of een slok koffie. En helaas gaat hij dan geen kokosnoot geven. Maar dat zou niet echt verschrikkelijk moeten zijn. Ik had ondertussen wel verwacht. Kijk, deze bomen kom ik best wel vaak. Of best wel vaak. Gewoon eens in zoveel tijd kom ik hier weer. Moet kijken of er al kokosnoten aangegroeid zijn. Maar ik zie geen kokosnoten. Heb ik nou een schaduw? Dus een schaduw van de maan. Oké. Dat is raar. Ja. Kijk eens aan. Nice. Ik heb deze verkappen. Onder het maanlicht. Wacht, niet klimmen en kappen tegelijk. Dat lijkt me een beetje gevaarlijk voor je handen ook. Haha, gelukt. Prima, en dan zouden we terug naar het eiland kunnen vliegen waarschijnlijk. Als ik erop ga staan. Kan dit nog steeds? Waarschijnlijk wel. Nee, ik zie niet meer. Vroeger kon je er, als je op die stam ging staan. Het lijkt wel alsof gewoon de stammen geen hitbox meer hebben. Ja, volgens mij kan het niet. Nee, volgens mij gaat het... Nee, ga niet passen. Oké. Ik moet even zo lopen. Oké, wacht. Volgens mij lukt het me net. Het is echt een beetje mazzel hebben. Moet je hiervoor rennen of springen? Oh! Ja, dat is een heel klein beetje. Zit hier voorin? Zit volgens mij nog een hitbox. Waar je op kan vliegen. En ik ren. Ik ben een heel klein beetje vliegen. Maar dat werkt niet zo goed. Oké, maakt niet uit. Oké, dit is een kleine kans. Wacht. Ik moet even dit neerleggen. Anders dan zien we echt niks.
Er is een kleine kans dat dit al mijn spullen die ik net boven netjes heb neergelegd keihard door de war schop. Kleine kans. Best wel een kans. Kom op, man. Niet daar vast blijven zitten. Boosh. Hoppa. Trek die boom doorheen. Oké, en nou moeten we de boom hier tegenop zien te krijgen. En ik heb geen... Oh, ik heb wel een idee hoe ik dat ga doen. Ik ga gewoon... Oké, eerst even de stam goed leggen. Weet je wat? Laat even slapen. Dat is misschien wel iets makkelijker. Klik. Save. En sleep. Dat is echt veel makkelijker. 1, 2. En het is nog steeds nacht. Hoe laat is het? 5:30 ochtends. Het schiet ook niet. Dat is bijna ochtendtijd. Oké. Ah, goed genoeg. We doen het even mee. Ja. Oké, dus nu heb ik de bovenkant vast. En dan loop ik achter op de trap op. Ja. Oh. Man. Ja. Oké, en dan nu hier naartoe. Oké, snel weer naar voren lopen. Yep. Oké, kijk, top. Dit is hoe je een Van de Valk hotel maakt. Met palmbomen, behalve dat dit dan met een echte is. Blijf staan. Oké, niemand heeft door dat deze palmboom echt vet dood is. Misschien als ik hem een beetje... Kan ik hier oplopen? Nee, hè? Hier kan je gewoon niet oplopen. Dat is ook waarom die vliegglitch niet meer werkt. Geeft niet. Ik vond die vliegglitch toch best wel stom. Ja, dit had ik liever dat het anders had gewerkt. Wat ook wel jammer is, is dat ik niet echt een stukje af kan hakken. Want dan hakt hij waarschijnlijk de bovenkant ervan af. En dat is wel het coolste stuk natuurlijk. Hey, dit moet omhoog. Oeh. Volgens mij is het wel gelukt. Even te springen. Oké, nog een stukje omhoog tillen. Deze vastpakken en dan springen. Oh man, mijn huisversieren is zoveel moeite. Maar het gaat volgens mij wel echt de goede kant op. Ja. Nog een stukje. Nou, oh ja. Oké. Nu is het riskant, want nu kan het echt best wel makkelijk slaan. Nu. Stop. Perfect, nou... Best wel goed. Oh. Oké, kom terug. De bovenkant is gewoon te zwaar, zie je dat? Ik vind het wel echt leuk, zo'n physics game. Dat dit zo werkt. Nu. Hier. Yes. Kijk nou hoe vet dit eruit ziet, jongen. Yes. Ik vind het echt super leuk. En ik dacht dat ik niks te doen had. Screencap. Plink. Nice. Ik ben echt blij. Kijk nou hoe vet die boom is, jongen. Ik ben echt blij dat ik niet voor die kortere ben gegaan. Waarschijnlijk zit het hier vanaf hierboven. Oh, ik heb in mijn ogen gevreven en nou heb ik pijn. Want ik had waarschijnlijk iets op mijn vinger zitten of zo. Dit ziet er ook echt super nice uit. Kijk nou, best wel goed versierd hier. Dit is wel tof. Anyway, dat gaat doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Oh man, nou gaat mijn ogen echt heel erg pijn doen. Snel aflevering afronden. Als je het een leuke aflevering vond, laat alsjeblieft een like achter. Heb je nog tips? Heb je nog iets te doen in Stranded Deep? Dan hoor ik ook graag van je. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!